Er staat dit jaar veel te gebeuren in het Soos Blauwhuis aan het Spinhuispad. Zo gaat de seniorenvereniging deelnemen aan een Europees onderzoeksprogramma dat Nestor heet. Hierin wordt onderzocht hoe ouderen langer fit kunnen blijven met behulp van een aantal digitale hulpmiddelen. Naast de eigen leden is het Soos Blauwhuis hiervoor ook op zoek naar andere Schiedammers tussen de 65 en 75 jaar die hieraan mee willen werken. Daarnaast gaat het Soos Blauwhuis ook samenwerken met Wenneker Cinema en het Theater aan de Schie om de activiteiten van de seniorenvereniging verder uit te breiden. Ja, te gast over dit onderwerp is Cor Heukels. Jij bent van de sociëteit Blauwhuis. Ja. Ik zal me helemaal een ongeluk te piekeren van waar die naam vandaan kwam. Kan je uitleggen waar Blauwhuis vandaan komt? Ja, het heeft een beetje te maken met onze vorige locatie. Wij zaten aan de Lange Nieuwstraat, achter het oude gymnasium. En dat is daar heeft ooit een opvangplek gestaan voor gevallen vrouwen. Echt, maar dacht, even voor de mensen die dan hier... Zonder dat verwezen. Ja. Wat zijn gevallen vrouwen van de mensen nou ja, die dat niet weten? Je kunt zien dat die op de een of andere manier of gedetineerd zaten of iets dergelijks. Dat vertelde het verhaal niet echt. Maar die werden wel verplicht te werk gesteld daar. Ja, die werden echt daar geïsoleerd, om het zo maar even te zeggen. Ja, ik ken de situatie toen niet, want er is later een schoolgebouw neergezet. En over welke periode praten we dan? Nou ja, dat is het Blauwhuis, de school waar wij in gezeten hebben, die heeft daar een goede 100 jaar gestaan. Dus in ieder geval meer dan 100 jaar geleden. Ja. En hoe kwamen ze dan hier naar een Blauwhuis? Nou, Blauwhuis, dat heeft te maken met de arbeid die ze daar moesten verrichten, verplicht. Dat was wassen. En in het verleden werd blauw sol gebruikt om te witten. Wit. En daar komt dat blauw. Voor de jongeren kijken zonder, dat was een zakje blauw voor de witte. Zakje blauw, voor de witte betekenissen, maar... Ja, nee, maar daar gaan we het allemaal niet over hebben, want dat is een ander programma. Ja. Jullie gaan meedoen aan een internationaal onderzoek en jullie zijn op zoek naar mensen tussen de 65 en de 75 jaar. Wat willen jullie gaan onderzoeken? Nou, wat het onderzoek behelst is dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om... fitte senioren langer fit te houden aan de hand van digitale hulpmiddelen. Leg uit. Nou, digitale hulpmiddelen zijn, je moet beschikken over een Android-telefoon. Je krijgt in huis een paar sensoren en waaronder een polsbandje, een horloge-achtig apparaatje. En er komt zo'n, ik ben er zelf niet zo'n hele geweldige digivaardig, maar je krijgt zo'n apparaatje in huis. Maar dat mag ook allemaal. Ja, ja, ja. Het zijn geen techneuten, ja. Het is gewoon in het algemeen gebruik. Een kastje waar je tegen kunt praten, dat ook terugpraat. Hè. Dat schijnt, de Googles en de Apples apparaten. Kost niks. Kost niks zoiets. Is dat zo? Ja. Al het andere wat op je bank zit, kost geld. Ja. Nou, dat kastje moet je ook een keer aanschaffen natuurlijk. Maar goed. Het is een zelflerend systeem. Ja. Maar je gaat meedoen aan het onderzoek en je gedrag wordt in kaart gebracht of wordt gevolgd. Ja, even bij het begin beginnen. Het is een internationaal onderzoek. Spanje, Italië, Nederland. De steden Milaan, Barcelona en Schiedam. Ja, prachtig rijtje. Mooi, ik vind het zelf een logisch rijtje. Ja, ik ook. Ja, ik had eigenlijk Schiedam. Milaan was maar goed. En die steden doen mee in samenwerking met hogescholen? Ja, en een aantal universiteiten en hogescholen. Ja. In Nederland hier de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Ja. En die beoordelen op dit moment, de medisch-ethische commissie van de Erasmus Universiteit beoordeelt de onderzoeksaanvraag op dit moment. Ja. Want wat heel belangrijk is, we hadden het natuurlijk net over die technische middelen, is dat, er wordt natuurlijk nog wel van je gevraagd. Ja. Het moet wel goed beschermd worden. Nou, dat wordt op dit moment onderzocht. De laatste berichten daarover zijn dat over een week of twee waarschijnlijk wel de toestemming er zal zijn. Of misschien nog een kleine vraag. Dat heeft meer te maken met allerlei AVG, dus de privacygevoelige zaken. Ja. Nou ja, als ze daar nog vragen over hebben, dan moeten we die nog beantwoorden. Maar de verwachting is, de geluiden, want we hebben natuurlijk al wat correspondentie. En hoeveel mensen gaan er aan dat onderzoek meenemen in Schiedam? Nou, uiteindelijk, we zoeken ongeveer 100 mensen voor de screening. Ja. Daar wordt een gesprek mee gevoerd. En we zoeken uiteindelijk moeten daar ongeveer 30 mensen van overblijven. En hoeveel heb je er inmiddels? We hebben ongeveer 70 mensen. Dus je zoekt er nog 30? We zoeken er nog 30. Ja. En die moeten allemaal tussen de 65 en 75 zijn? Ja, het zijn een aantal harde voorwaarden. Goede conditie hebben? Je moet je normaal kunnen
voortbewegen. Hè. Je moet in staat zijn om een 500 meter te wandelen, zeg maar. Hè. Je moet natuurlijk geen enge ziektes hebben. Hè. Dus je moet redelijk goed in je vel zitten, zeg maar. En wat hoe lang gaat dat onderzoek dan duren? Het onderzoek gaat 3 maanden duren. Oké, en hoe werkt dat? Je krijgt het op je telefoon, je moet een Android-telefoon hebben, krijg je een app. Ja. En dan moet je dus iedere moment van de dag... Nee, een aantal vaste momenten. Dat ding, je wordt natuurlijk gevolgd. Hè? Ja, je hebt dat kastje, dat is de spil. Ja. Je telefoon staat in verbinding, of je horloge staat in verbinding en je telefoon met dat kastje en een aantal sensoren. Die sensoren worden op verschillende plekken in je huis opgehangen. En die registreren dus je bewegingen. Ja. Nou. Maar ook je gedrag bijvoorbeeld, het begint al met het ontbijt. Ja, nou, laten we daar beginnen dan. Ja. Je smeert je boterhammetjes, je maakt er even een foto van. En dat apparaat, dat is zelflerend, dat gaat die dingen herkennen. Okay. Dus de eerste keer, als je een paar boterhammen kaas smeert, dan zal die zeggen, goh, wat is dat? En dan voel je een boterhammen kaas. En dan de volgende keer dat je dat doet... Dan dat zijn die boterhammen kaas. Maar heb je nou bijvoorbeeld 5 keer een boterhammen kaas gesmeerd? Dan zegt hij, ja, misschien is het verstandig om... En wie praat dan naar je terug? Is dat kastje. Dat kastje praat dan. Ja. En die zegt, Cor, iedere dag boterham met aardappel. Ja, misschien het een zijn. Ja. Dat is dus het lerende van het systeem. Ja. En, nou ja, goed, het is natuurlijk er zit een gevaar, het Big Brother effect. Ja, nou, vandaar ook dat die medisch-ethische commissie daar enorm streng op is. Gek genoeg, in Spanje en Italië zijn ze kennelijk wat minder streng. Want daar is de goedkeuring al verleend en is het project al in gang, zeg maar. Ja. In Nederland zijn we wat eigenwijzer en willen we gewoon domweg dat het gewoon erg goed maar dat systeem gaat je de hele dag volgen? Nou ja, wanneer je thuis bent, wanneer je in de buurt bent van de kastje, kijk, je hebt natuurlijk dat polsbandje om. Ja. En dat registreert je hartslag. En, maar ook als je boodschappen gaat doen, dat je aan het lopen bent? Dat je telt die stappen. Hè, dus, en in huis registreert hij dat aan de hand van wat je daar doet en wat zijn. Maar oké, dan heb je dan tussenmiddag de lunch en koffie. En dan denk je op een gegeven moment, nou, het wordt wel tijd voor een borreltje. Ja, dat kan. En dan denk je, nou, ik neem er nog één. Ja. En dan neem er nog één. En dan zegt je op een gegeven moment, nou, is het wel genoeg. Dat zou kunnen. Ja, ja. Als je dat invoert. Je moet natuurlijk. Want iedereen steeds alleen wat je invoert, natuurlijk. Hè. Nee, dus niet zo van, er hangt een camera. Maar als jij een fotootje maakt van, dit is een jonge jenever. En je doet het 80 keer achter elkaar op een dag. Ja, dan. Al die 100 jaar hebben wij Gordon. Die hebben allemaal. Ja, maar wat is. Ja, ik vind het ook natuurlijk. Dat zie ik natuurlijk bij mij in sowieso ook. Er wordt best wel een borreltje gedronken ook. En waarom niet? Ja. Ik bedoel, zeker als je die leeftijd... Dat is in Schiedam. Wat is de bedoeling? Is het de bedoeling om levenspatronen in beeld te brengen? Nee, de bedoeling is om aan de hand van die informatie die je geeft, krijg je adviezen terug. En de idee is dat je dan, hou fitte senioren, want we gaan aan de voorkant zitten. Niet wanneer mensen al in Frankeland in de verpleging zitten, zeg maar. Maar dus aan de voorkant gaan zitten, fitte senioren, proberen langer fit te houden. Dus met adviezen. Het is simpel en eenvoudig. Je kunt gewoon je normale leven leiden. Dat is geen enkel probleem. Je krijgt er nu en dan een advies van. Nou, je hebt nu een aantal malen dit gedaan. Misschien is het verstandig om een keertje wat anders te gaan doen. Ja. Maar ik neem aan dat ze dan toch ook graag willen dat andere mensen hier ook wel van leren. Want anders zijn alleen die 30 gelukkig. Nou ja, het is ook een onderzoek. Hè? Ja, ja. Het idee is natuurlijk dat wanneer dat ook echt aanslaat. Mm-hmm. En het ook dreigt te gaan werken. Om het dan in iedereen beschikbaar te laten. En kun je onderzoeksresultaten uit Spanje en Italië dan met elkaar vergelijken? Of, nou ja, dat is dus. Dat is dus een van de onderzoeksvragen. Ja. Is dat allemaal? Want natuurlijk, eetpatronen zijn beweegpatronen zijn heel anders. Leeftijden zijn heel andere. Mensen hebben ook een heel andere achtergrond. Ja. Kortom, dat is natuurlijk het interessante aan het onderzoek. Wanneer gaat dat onderzoek starten? Nou, de idee is om de screeningen, hè, dus de intakes, volgende maand te gaan starten. Ja. Dus vandaar ook dat ik de vraag heb om hier dat eventjes te mogen promoten, om die laatste 30 over de streep te kunnen trekken. Ja. En dan daarna heeft een doorlopend gaan we doorlopen. Oké, ik ben 65, ik ben geen 65, maar mensen die 65 of 75 die daar zitten, ik wil meedoen. Hoe komen ze met jullie in contact? Nou, www.zootblauwhuis.nl. Dan krijg je onder andere mijn telefoonnummer te zien en het mailadres van de SOOS. En ik kan je verder helpen. Ja, hey, en wat word ik er zelf beter van? Om daaraan mee te doen? Nou, je wordt gezond.
Je blijft langer gezond. Hè? Of nog gezond. Omdat je allemaal tips en trucs krijgt. Tips en trucs, ja, ja. En misschien dingen die je, laten we zeggen, als een soort gewoonte hebt, een ingesleten gewoonte, dat je die gaat afleren. Ja. Ja, maar is het ook niet een beetje een soort bedweterig systeem? Ja, daar zitten natuurlijk een aantal gevaren in, hè, wat dat betreft. Maar het systeem, het moet niks. Hè. Wat ik net al zei, dan kan ik ook gewoon nee zeggen tegen. Ja, precies. Ja. Bekijk het maar. Dikke, ja. Nee. Hij geeft je geen tik. Hij geeft je geen tik op je vingers. Nee. Dus een foto van het bord van je partner maken. Ja. Okay. Ja, dus, alles kan, maar je doet het voor jezelf. Hè. Ja. Je doet het voor jezelf en... Het is natuurlijk, maar het is een project voor 3 maanden waar je die wat tips en tricks krijgt. Het moet leren. Dus voor degenen die dus nu mee gaan doen, die doen het natuurlijk voor de opvolging, ja. voor de collega's senioren. Jullie worden uiteindelijk. Ja. Dus je doet het ook voor anderen. Hè? Ja. Zeker die in het onderzoeksfase. Ja. Ga je zelf meedoen? Ik heb me wel opgegeven. De vraag is of natuurlijk of ik door de screening ga. Ik denk zelf niet dat. Ja. Hey, mijn vrouw is zich opgegeven, maar dan mag er maar 1 per stel. Dus. Ja, ja. En wie doet die screening dan? Dat wordt gedaan door Ton Mosheuvel, dat is de projectleider. En die is verbonden aan? Die is verbonden aan het Nestoren-project. Zeg maar. Ik noem hem altijd maar projectleider. Ja. Maar hij heeft Want het is een Europees project. Het is een Europees project, ja. Ja. Dus we zijn een soort pilot? Ja. Enig idee waarom Schiedam geselecteerd is? Ja, nou dat een van de managers van Senioren Welzijn. Want dus, ik bedoel, ik praat nu namens Joost Bouwers, maar Senioren Welzijn doet ook mee aan dit project in Schiedam. Een van de managers van Joost Bouwers is of verbonden aan de Erasmus Universiteit of aan de Hogeschool Rotterdam, dat weet ik niet. En één is twee, hè, dus die kwamen met elkaar in contact en die heeft gevraagd, joh, dat is wel aardig. Senioren Welzijn dacht, nou wij kunnen die mensen wel vinden. Nou, dat werd wat lastig. Want zij zijn, ze komen bij veel mensen thuis, maar die mankeren vaak wat. Ja, ja, ja. Daar is wat mee op de een of andere manier. Ja. En dat liep spaak. Toen kwam senioren wel op het idee van, ja, dat is zo het Blauwhuis, daar moeten mensen naartoe. Ja. Dus die zijn zelfstandig, ja. Die kunnen zelfstandig bewegen. Ja. Dus wellicht kunnen, nou ja, goed. En zo zijn wij in beeld gekomen. Ja. Als jij aan het onderzoek gaat meedoen, wat denk je dat je dan... Na 3 maanden bent afgeleerd, waar zou je zelf over? Kilootje of? Nou, in 3 maanden zal dat niet lukken, maar ik zal niet snel op mijn geboortegewicht komen. Maar misschien moet je wel op het vloeibaar voedsel over. Ja, wellicht, weet je veel. Ja, okay. Nogmaals, als mensen zeggen, nou, dat lijkt me hartstikke leuk om daar aan mee te doen. Kom even langs met de soos aan het Spinhuispad. Want jullie zijn iedere dag geopend? Wij zijn iedere werkdag geopend, van 9:30 tot 16:00. En natuurlijk op een aantal avonden, maar goed, daar ga ik u niet mee vermoeden. Nee. Ga even naar de website, daar staat mijn telefoonnummer en het e-mailadres. Dus, het is leuk om dan misschien in de loop van het jaar dan een keer terug te komen om te vertellen wat er uitkomt. Ja, ik ben zelf ook heel nieuwsgierig. Oké, heel veel succes met onderzoek. Dankjewel, Cor.